Welkom bij het European Youth Olympic Festival in Utrecht. Vandaag de laatste dag met alle ontknopingen. Op het centercourt van Tennispark Den Hommel de finales bij de jongens en de meisjes. De Nederlandse volleybaldames strijden voor een bronzen plak. Bij atletiek en zwemmen de 4x100 meter jongens en meisjes. Een kraker bij het basketbal Servië-Kroatië. En de finales bij het turnen en judo. De finale in het meisjes enkel gaat tussen de als 14e geplaatste Russische Daria Krushkova en de als 8e geplaatste Slovaakse Victoria Kuzmova. Krushkova versloeg in de halve finales Mihailikova, landgenote van Kuzmova. Mooi punt hier van Krushkova, de Russische. Maar de eerste set gaat wel naar Kuzmova. Het is hier setpoint. Prachtig punt van de Slovaakse. De eerste set is met 6-3 voor Kuzmova. Dan is hier het matchpoint voor Kuzmova. In de tiebreak derde set. Deze bal is uit en Kuzmova pakt het goud. Dat zou ze later op de dag ook doen in de dubbelfinale. Twee keer goud dus vandaag voor Kuzmova. Ja, yeah, het was een really hard match. I have set in 5-2 and after she started play amazing and it was so hard to improve back into the match and I'm really happy that I get it. Dan de finale bij de jongens tussen Matthias Heim uit Oostenrijk, niet geplaatst tegen de als 6e geplaatste Zwitser Marco Osmaksic. En het is Heim die verrassend de eerste set pakt met 7-6. Maar dan in de tweede set staat Osmaksic veel beter te spelen. Hier onder in beeld. Hij wint die tweede set met 6-2. Lange rally. Osmaksic versloeg in de halve finale de als 3e geplaatste Griek Tsitsipas. Tweede set dus 6-2 voor Osmaksic. En ook in de derde set gaat het goed met de Zwitser. Hij verzilvert hier het matchpoint. En dus is het goud voor Marco Osmaksic uit Zwitserland. Het zilver voor Matthias Heim. En het brons ging naar de Griek Tsitsipas. Allemaal onder het toezicht oog van Davis Cup captain Jan Siemering. Goud dus voor Osmaksic. I was a bit nervous, that's normally. I couldn't find to my games, so we had tough points and it was very close, so I lost the first set. In the second and in the third I played a bit relaxed, more relaxed. So I played also aggressive and that did it. What's going through your mind now? Yeah, I'm feeling very happy. I can't explain you that, so I just want to enjoy it and to do what I can. Op de laatste dag werden bij het turnen de toestelfinales afgewerkt. Bij de heren was het op het onderdeel vloer Valentin Starikov die er met het goud vandoor ging. De Rus won eerder dit toernooi al zilver in de landencompetitie achter Groot-Brittannië. Maar was nu wel te sterk voor de Brit Bryn Beavan die zilver pakte. Dat zou nog niet de laatste Britse medaille van de dag zijn. Op het onderdeel voltige was zijn landgenoot Wilson Nile namelijk in een spannend duel verwikkeld met de Griek Thanatalidis. Uiteindelijk was het Wilson die net aan het langste eind trok. Hij won met een zeer klein verschil. Het brons ging naar Valentin Stadikov. Ook aan de ringen was het de Brit Niall Wilson die het goud pakte. Met een ijzersterke oefening scoorde hij 14.100. Zilver aan de ringen was voor Paul de Guy. De Fransman pakte door zijn score van 13.700 een zilveren plak. Net voor de Rus Ivan Stretovic. Die Rus zouden we nog terugzien op de brug met gelijke liggers. Daar ging hij er namelijk wel met de gouden plak vandoor. Met een score van 14.560 bleef hij de winnaar van de meerkamp, Bryn Beavan, 1/10 punt voor. Beavan bleef vandaag steken op 2 zilveren medailles. Ook op de sprong was het een Rus die met het goud aan de haal ging. Kirill Protapov won met een score van 14.625 voor zijn landgenoot Valentin Starikov, die zijn derde medaille van de dag pakte. Het brons ging naar de Wit-Rus Rankowski. Het enige goud dat niet naar een Brit of een Rus ging, viel op het onderdeel rekstok. Daar was het Carlo Macchini die oppermachtig was. Een uitstekende oefening leverde hem een waardering op van 14.100. En daarmee pakte hij het eerste turngoud voor de Italiaanse mannen.
Het zilver was weer voor Valentin Starinkov, die met 5 medailles een erg succesvol toernooi achter de rug heeft. En het brons was voor de Kroaat Srbic. Ook bij de dames was er vandaag voor de Italianen een gouden plak te vieren. Op de brug met ongelijke liggers liet Martina Rizzelli door een uitstekende score de Franse Louise Vanille en haar landgenoot Dea Hugrin achter zich. Op het onderdeel sprong ging het goud weer naar Groot-Brittannië. Elisa Downey was veel te sterk voor haar concurrenten. Met een fantastische score van 14.900 liet ze Laura Giurcia en Tisha Mattis bijna een heel punt achter zich. De overgebleven 2 medailles gingen mee naar Rusland. Op de vloer won de winnares van de meerkamp eerder deze week, Maria Karenkova. Alle meisjes eindigden binnen minder dan 1 punt. En het was dan ook razendspannend. Het zilver was voor de Duitse Janas. Sylvia Zarazou nam het brons mee naar huis. Maria Bondareva was oppermachtig op de evenwichtsbal en pakte het laatste goud. De verrassing op dit onderdeel was Etora Torsdottir. De Nederlandse won met een score van 13.800 het zilver net voor de Franse Claire Martin. Thank you, Maria. De strijd om het brons bij de dames gaat tussen Nederland en Duitsland. Oranje verloor de laatste 2 wedstrijden in de pool van Servië en ook van Servië in de halve finales. Kan Oranje zich herpakken? Ondanks een punt van Duitsland is het antwoord ja, want de eerste set wordt gewonnen met 25-21. Ook in de tweede set gaat het crescendo met de Oranje dames. Zij leiden en pakken de tweede set met 26-24. Dat ging dus niet geheel zonder slag of stoot. En dan de derde set. Daarin verloopt alles op rolletjes. Het is 24-16, oftewel matchpoint. En dit is Jansen. Een heel geniepig balletje, niet te pareren door de Duitsers. En een mooie 3-0 overwinning voor deze ploeg. En dus een mooie bronzen medaille. De finale is razendspannend en gaat tussen Servië en Slovenië. We zitten inmiddels in de vierde set. Slovenië leidt met 2-1. Het is een gevecht en de vermoeidheid slaat toe bij beide teams. En dat leidt dus tot dit soort situaties. Een waar gevecht om het punt en wie gaat het pakken? Het punt gaat dus naar Slovenië, dat nog maar 1 punt verwijderd is van de titel, van de eerste plaats, van het goud. En dat punt krijgen ze eigenlijk in de schoot geworpen. Het wordt 35-33 in de vierde set. Slovenië wint met 3-1 en wint het goud. Voor Servië dus en het brons van Oranje. De strijd om het brons bij de mannen gaat tussen Turkije en Italië. Het is de beslissende 5e set. 15-14 voor de Turken. En een uitstekend blok. Het beslissende punt wordt binnengesleept. Turkije wint het brons. De finale gaat tussen Polen en het favoriete Rusland. Rusland pakt de eerste set. Maar Polen krabbelt op in de tweede set. Een leep balletje van Sliwka. En het is 1-1. En dus spannend in deze finale. Maar de Russen schakelen hun tandje bij. Veel druk op die Poolse defensie. En Rusland pakt de derde set. Met 2-1. We zitten in de vierde set. 24-18. Rusland kan het afmaken. Want matchpoint. Het blok is uitstekend. En de gouden medaille is binnen. Het was de dag van de finales bij de zwaargewichten. Te beginnen met de heren tot 90 kilogram. Abdullayev uit Rusland tegen Pumalainen uit Finland. En de Fin leidt met een Vasari, maar dan komt de Rus in actie. Slingert de Fin tegen de mat en pakt hem vast. En laat niet meer los. Een houtgreep dus. En we kijken naar de klok. 10 seconden. 11, 12. Zo gaat het hard. Komt de Fin er nog uit. Pumalainen. Een uiterste krachtsinspanning, maar de Rus houdt stand en pakt op deze wijze dus het goud. Ingetogen vreugde, daar de emotie bij de Fin, hij verliest.
dan de heren boven 90 kilogram in het blauwe pak. Jur Spijkers uit Tilburg tegen Russins uit Letland. En Spijkers probeert steeds maar weer met een schouderworp de Let op zijn rug te krijgen. Dat lukt hem niet. De Let heeft wel al twee keer een straf gekregen en dan lukt het toch. Eindelijk een volpunt Ippon en brons voor Jur Spijkers uit Tilburg. Ja, een medaille zat er wel in. Ik wist natuurlijk nog niet welke het ging worden. Maar ik ben er heel blij mee in ieder geval. En heel Tilburg ook, hè? Zeker, heel Nederland natuurlijk. Zo is het. Dankjewel, Jur. Graag gedaan. Dan de finale in deze gewichtsklasse. Tussen Jacques Bazov uit Rusland in het witte pak en Zebizashvili uit Georgië. Dit is een Vazari, een half punt voor de Rus die oppermachtig is in deze eindstrijd. Hij controleert de partij, de Georgiër is kansloos en de Rus wacht op het tweede momentje om voor de tweede keer een half punt te scoren. En daar gaat de Georgiër. Twee keer Vazari, twee keer een half punt is een Ippon en de wedstrijd is afgelopen. Goud voor de Rus, Jacques Bazov. Dan op de tatami, de dames boven 70 kilogram. De kleine Italiaanse Geri tegen Pasternak uit Polen. Het ziet er spectaculair uit, maar het levert deze Poolse geen punt op. De Italiaanse is wel passief, wordt diverse keren bestraft en dus is er goud voor de Poolse Pasternak. Tussendoor krijgt André Bolhuis, voorzitter van het NOC, nog een award naar aanleiding van de Nederlandse judoprestaties van vorig jaar op de Olympische Spelen van Londen. En met het brons van Jur Spijkers komt het totaal op 8 medailles voor de Nederlandse judoploeg en is daarmee de hofleverancier van de Nederlandse equipe. De Nederlandse Kiliana Heijmans komt niet verder dan 3,50 meter bij het polstok hoogspringen. En de Zwitserse Angelika Moser heerst op dit onderdeel. Zij breekt record na record en springt in Utrecht over 4,7 meter en pakt het goud. Dan de 200 meter voor de meisjes. Kanshebbers in baan 5 en 4. De Nederlandse Taza Gia en Melinda Ferenczi uit Hongarije. De Hongaarse ligt eigenlijk continu op voorsprong. Het verschil niet groot, maar ze leidt wel. En heeft Gia nog iets in petto? Kan ze nog één mooie jump plaatsen? Taza Gia komt ze ernaast. Ja, maar wint ze ook? Dat is de vraag. En de fotofinish geeft het antwoord. Ja, goud voor Taza Gia, goud voor Nederland. Het was zeker spannend. Ik heb haar tot op de allerlaatste meters voor me gezien. En pas bij de finish durfde ik te hopen op die gouden medaille. En toen je over de finish kwam, dacht jij dat jij de eerste was? Eerlijk gezegd geen idee. Ik heb gezien hoe close het was. En ik heb gewoon gerekend op een zilver dat goud alleen maar mee kon vallen. En dit is de winnende worp bij het spierwerpen voor de dames. De Turkse Eda Tuksus maakt zich flink boos. En met een afstand van 56,61 meter zet zij een nieuw EOF-record en pakt ze een gouden medaille. Ivan Feitsma uit Harderwijk gaat van start bij de 800 meter voor mannen. Hij liep in de series een nieuw persoonlijk record, kan zich in de finale niet verbeteren. En de finale wordt gewonnen door Mikus uit Litouwen. Een heel klein voordeeltje ten opzichte van Geban uit Roemenië. Bij de 800 meter voor meisjes maakt Nederland een serieuze kans op een medaille. Danaïd Prinsen uit Winschoten. Zij pakte zilver trouwens op het NK voor senioren. Ligt de hele race op kop, maar in de laatste meters fysiek ongemak en ingehaald door de Ierse Shanahan die goud pakt. Zilver voor Schelderman uit België en toch nog zeer knap brons voor Prinsen. De laatste 50 meter schoot in mijn hamstring en toen kon ik niks meer. Hoe teleurgesteld ben je of ben je toch heel blij met brons? Natuurlijk ben ik blij met brons, maar je bent ook wel teleurgesteld omdat je toch wel het beste wilt. Ze zijn er bijna. De jongens op de 200 meter. Rechts
Jochem Dobber. Hij eindigt als zevende. Het goud naar Paraha Kupets uit Wit-Rusland. Zilver voor Prochaska uit Tsjechië. En brons voor Silon uit Frankrijk. Voor de Nederlandse meisjes gaat het mis op de eerste wissel. Tasa Gia vraagt zich af waar het stokje blijft en krijgt hem te laat. Bij de 4x100 meter voor meisjes. Nederland gedisqualificeerd. En dan de strijd om de medailles. Het groen van Ierland zien we. Die pakken goud. Gevolgd door Oekraïne. En brons is er voor België. 1, 2 en 3. Dan de 4x100 meter bij de heren. En voor Nederland lopen Jochem Dobber, Joris van Gol, Rutger Posma en Sander Brugge. En wat zetten zij een fantastische prestatie neer. Frankrijk, oppermachtig. Goud, 2, Italië, maar 3. En brons voor de Nederlandse mannen. Dol van vreugde, Frankrijk. Zij waren overduidelijk de beste, maar Nederland kan ook tevreden zijn. Na gisteren hadden we de snelste tijd van iedereen. En die tijd staat nu ook nog steeds, dus daar hadden we goud mee kunnen halen. Dus we hadden er heel veel vertrouwen in dat het vandaag goed zou komen. Nu helemaal kapot van het toernooi. Mijn hamstring is nu ook helemaal naar de kloten, maar we hebben een mooie plaats behaald nu. De laatste dag van de zwemfinales en we beginnen met de 200 meter vrije slag voor dames. Met de dame die zeer goed in vorm is. Gestart in baan 4, Arina Openisheva. Zij keert als eerste na 100 meter voor Hibbert uit Engeland en Ruggi uit Italië. En na net iets meer dan 2 minuten tikt ze als eerste aan voor Hibbert en Ruggi. Weer goud, haar 7e van deze EOF spelen, de ongekroonde koningin. Dan het koningsnummer bij de mannen. De 100 meter vrije slag. Altijd spectaculair. Een kleine minuut, volle bak. Gaan, alles geven wat je hebt. En dan eens kijken waar het gaat eindigen. Op de eerste plaats, Alessandro Bori uit Italië. Hij tikt als eerste aan na iets meer dan 50 seconden. Voor Padamshin uit Rusland. En brons voor Rutland uit Noorwegen. Verder met de 100 meter schoolslag voor de dames. En gestart in deze finale, Rafaela van Nee uit Nederland. Zij keert als derde na 50 meter, maar geeft het tweede gedeelte terrein prijs. Want eindigt als vierde. Goud voor Samanchi uit Turkije, zilver Levashova Rusland, brons Clerici Italië. Gelukkig voor vele dames, geen Openisheva bij de 50 meter vrije slag en dus kansen voor anderen. Kansen voor Marit Steenbergen. Daar gaat ze. Volle bak. Alles uit de kast. Spannend wordt het. De laatste meters. Rosa Moert uit Finland is haar concurrente. Wie tikt als eerste aan? Nog een meter of 2, 3. Goud is er voor Finland. Zilver voor Steenbergen. En Kosicjan uit Slovenië pakt het brons. Dan de 4x100 meter wisselslag voor de jongens. En de Russen beginnen goed. Filip Shopin is de eerste zwemmer bij de Russen. Hij draait als eerste na 100 meter. En die voorsprong houden de Russen vast. En dus goud voor Italië en Oekraïne. Ten slotte de 4x100 meter wisselslag voor de dames en Rusland de grote favoriet in deze wedstrijd. Egorova is gestart met de rugslag. En zwemt gelijk al ietsje weg van het complete veld. En de slotzwemster van de Russische ploeg is Arina Openisheva. En dus kan er helemaal niets meer fout gaan. Wat een machtsvertoon met een straatlengte voorsprong. Pakt Rusland het goud, pakt Openisheva haar 8e gouden medaille voor Engeland en Spanje. De strijd om het brons bij de jongens gaat tussen Wit-Rusland en Zweden. En Zweden uiteraard in de gele shirts. Een score van Bolsson. Het gaat trouwens goed met Zweden. We kennen geen enkel probleem in deze wedstrijd. En Bolsson is de topschutter met 6 goals.
Ruststand 15-7 in het voordeel van de ploeg uit Scandinavië. Die voorsprong geven ze in het restant niet meer uit handen. 33-22 de eindstand en brons dus voor Zweden. En wie wint dan het goud? Is het Noorwegen in het rood of Slovenië? Scoren voor de Slovenen via Jank. En Slovenië speelt een voortreffelijke wedstrijd. Een Harlem Globetrotter-achtige goal van Marloes. Om aan te geven hoe machtig Slovenië is in deze wedstrijd, in deze finale. Misschien wel een tikkeltje verrassend. En om aan te geven hoeveel vertrouwen er is, gaat ook de keeper nog mee in de slotminuut. Als de wedstrijd al lang en breed gespeeld is. Want Slovenië wint met 28-23 en pakt het goud in Utrecht. Zilver dus voor de Nooren. De Nederlandse dames ontmoeten in de strijd om het brons de leeftijdgenoten uit Duitsland. Duitsland scorend hier via Adams. Nederland leidt nog wel, halverwege met 14-11. Maar in de tweede helft zijn de rollen omgedraaid. Hier scoort Noordink nog. Maar Duitsland dendert in het tweede bedrijf over Nederland heen. Sievert met het zoveelste doelpunt voor de Duitse dames in de tweede helft. Duitsland dat afstevend op de bronzen plak. Nog een goal van Adams. De laatste van de Duitse ploeg. 28 voor de Oosterburen. 23 voor Oranje. Dat uiteraard treurt na dit verlies. De finale bij de dames tussen Rusland en Denemarken. En Denemarken op voorhand favoriet. En helemaal als de keepster een geweldige dag kent. Rasmussen tot twee keer toe. Een break en schitterend afgemaakt. Met een lopje. Hoe kan het ook anders met nummer 14 Nielsen. Denemarken leidt halverwege met 16-12. Geen vuiltje aan de lucht. En Jonker legt aan en scoort. En de overwinning komt dichter en dichterbij. Zij vieren alvast feest. Want het kan niet meer fout. Ook al scoort Kamarova nog tegen. Het is afgelopen en Denemarken wint het goud. Klopt Rusland met 29-22. Het is de finale dag bij het basketbal en we beginnen bij de meisjes. De eindstrijd gaat tussen Tsjechië en Frankrijk. Frankrijk in het blauw versloeg in de halve finale zeer verrassend Rusland. Scoren hier van Holezinska, een van de steunpilaren bij de Tsjechen. Zij maakte 14 punten in deze wedstrijd. En is een van de uitblinksters in dit team. Holezinska daar vrijgespeeld, een driepunter en raak. Het zegt eigenlijk genoeg over het beeld in deze wedstrijd. De Tsjechische dames beter dan die van Frankrijk. Frankrijk dat er maar niet in slaagt om langs zij te komen. De eindstand 67 voor Tsjechië. Zij winnen het goud. En 61 voor Frankrijk. Dik en dik verdiend. De eindoverwinning voor Tsjechië. Bij de mannen een basketbalkraker van je welste. Servië-Kroatië. Ze speelden ook in de poolfase tegen elkaar. Toen won Kroatië van Servië. De Serven maken het eerste punt in deze confrontatie. Rakicevic makkelijk via het bord. Dit is de drijvende kracht bij de Serven. Pano komt vaak op. Dringt gemakkelijk door in de bucket en scoort ook vrij gemakkelijk. En de rollen zijn omgedraaid in tegenstelling tot de wedstrijd in de pool. Want Servië is overduidelijk de betere ploeg. En Servië wint met 65-56. En pakt zo revanche voor de verloren partij in de poolfase. Een laatste stuiptrekking van de Kroaten. Die verliezen. 65 voor Servië, 56 voor Kroatië. En goud dus voor deze ploeg. En het is haar dan, de koningin van het EOF 2013, Arina Openisheva. Met maar liefst 8 maal goud dan de medaillespiegel waar Rusland mede dankzij Openisheva het medailleklassement wint. Met maar liefst 56 medailles waarvan 30 maal goud voor Groot-Brittannië en Frankrijk. En ook Nederland doet het goed. 7e plaats met maar liefst 20 medailles. Het meeste ooit in de geschiedenis van het EOF. Dit was het dan, het European Youth Olympic Festival 2013 in Utrecht. Over 2 jaar wordt het EOF gehouden in Tbilisi, Georgië.